Hey Bochesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Bochesto. Vandaag ga ik het even met jullie hebben over Troy, want heel veel mensen van jullie vragen nog wel eens in de comments zo van: yo Chesto, hoe gaat het met Troy? Nou, laten we gewoon gelijk beginnen. Ik heb super goed nieuws over Troy, want zoals jullie weten heb ik een week of twee geleden een video geüpload waarbij ik moest huilen en alles, waarbij ik vertelde wat er met Troy aan de hand was en we nog niet wisten wat er daadwerkelijk aan de hand was. Nou, het bleek dus hij had in zijn voorpoten tumor die kwaadaardig was. Achter zat ook iets, maar dat was blijkbaar dus geen tumor. En dat mochten we ook geen tumor noemen, want dat was het niet. Maar voor was dus niet goed. En daar moest hij gaan geopereerd worden om het weg te laten halen. Dat hadden we toen laten gedaan. Toen zijn we erachter gekomen dat het kwaadaardig is. En toen kregen we de uitslag. En toen moesten we, laten we zeggen, dat het kwaadaardig was. Nou, toen moest hij nog een keer geopereerd worden om die snijranden nog eens een keer weg te halen, want je hebt natuurlijk, stel jij snijdt iets doormidden, stel je snijdt hier je hand doormidden, want hier is een plekje, en je snijdt hier je hand doormidden, dan kan het hier en hier ook nog zitten. Dus we moeten eigenlijk dit hele stukje weghalen om te kijken of het clean is. Nou, hij moest eerst nog een echo ondergaan en op die echo konden we zien of het uitgezaaid is of niet. En zoals ik in de video ook zei, stel het was uitgezaaid, hadden we geen leidersweg voor Troy willen nemen, dus hadden we hem in laten slapen. Maar we hebben echt met Troy zoveel geluk gehad, want hij hoefde niet ingeslapen te worden, want er was niks uitgezaaid. We konden niks op de echo zien, zijn bloedtest was goed, dus er zit ook niks in zijn bloed. En wat we toen wilden doen, is preventieve chemo. Wat dat betekent is, laat maar zeggen, je geeft dan Troy chemo. Dat mocht er ergens nog een klein kankercelletje zitten, dan zou die gelijk afsterven en zou dat niks mee kunnen doen. Dat was eigenlijk voor 3 maanden. Maar dat bleek dus snel al voor 6 maanden te zijn. Wat inhoudt is dat we dus Troy eigenlijk 6 maanden aan de chemo moeten zitten. Wat ze bij de dierenarts zeiden is dat het de bijwerking alleen een beetje diarree en misselijkheid kon zijn. Maar we gingen toen even goed op internet kijken en daar stond dus dat dat alleen niet de bijwerking zijn. Je hond kan kreupel worden, wat betekent dat hij niet meer kan lopen. Oftewel betekent dat hij eigenlijk gewoon ook ingeslapen kan worden. Hij kan een huidziekte krijgen, dus dat is ook niet leuk voor hem. En hij kan gewoon allemaal andere dingen krijgen die niet een hond hoort te krijgen die gezond is. Dus we hebben besloten gewoon, hij heeft geen kanker meer, het is niet uitgezaaid, zijn bloedtests zijn goed. Laten we nou maar gewoon hopen dat het niet meer terugkomt, want hij is op dit moment clean. Dus die chemo gaan we niet meer nemen, maar de kans, ik weet niet of de kans is dat dat terugkomt, dat weet ik niet, want er zit op dit moment niks in zijn lichaam. Maar wat wij nu wel weten natuurlijk, want onze hond Troy had een heel klein bultje of een raar bultje op zijn poot. Die ging veranderen. En als we dat nou weer bij hem zien, gelijk naar de dierenarts, gelijk laten weghalen, gelijk laten controleren. Want stel we hadden wel te laat geweest, dan had het waarschijnlijk, want dat weten we natuurlijk niet, het had misschien kunnen uitzaaien. Het had nu ook in 3 dagen tijd dat het weggehaald is uit kunnen zaaien. Dus weet je, daar kan je nooit iets over zeggen. Maar wat het dus nu uiteindelijk het nieuws is dat het gewoon helemaal goed gaat met Troy. Aankomende donderdag, dus aan deze week mogen ze hechtingen eruit en dan is hij gewoon weer helemaal klaar. Dan heeft hij achter een klein littekentje en voor een klein littekentje en een paar kale plekken, want daar heeft ze natuurlijk het huid of de haar weggeschoren voor de operatie. Dus hij nou zo'n strakke lijn. Maar ik ben natuurlijk zelf super blij dat het goed gaat met Troy, want zoals jullie weten, Troy is mijn maatje. Ik kan met hem stoeien. Jullie ook zien af en toe hoe gek hij in de vlog kan doen. Je kan gewoon een pet op zijn hoofd zetten. Je kan alles met die hond doen. Dus ik ben natuurlijk gewoon super blij mee. We gaan 2017 in met hem in. En daar heb ik gewoon heel veel plezier mee met hem. Ik hoop dat ook gewoon heel 2017 goed komt met hem. 2018, 2019. Weet ik het allemaal waar we heen gaan. Want hij is natuurlijk pas 5 jaar oud. Dus mocht jij nou genoten hebben van deze video, laat even duidelijk me op achter. Morgen zien jullie weer een gloednieuwe game video. Ik dacht, laat ik even een keer deze video opnemen. Want jullie vroegen erom. En om hem apart te moeten reageren in zo'n verhaal wat ik nu in 4 minuten doe, is niet echt makkelijk. Thanks for watching, dus later.